gezien hebben vanuit zijn ooghoek. Maar dat doet hij het ook. Coutinho was aan het doel. Op de paas van Vlaar. En de Feyenoord leidt. Ja, dan verwacht je toch niet dat Castaños dat kan. Zo Coutinho zo gedacht. Maar dat doet hij vrij. Zijn achtste van het seizoen. Daar komt Coutinho. Die is nu weg. En dan is dit eigenlijk het enige wat kan. En dat is o zo moeilijk. Maar hij doet het. Misschien heeft hij ook wel stiekem een voorzet op Wijnaldum. Bedoel, het maakt allemaal niet uit. De bal gaat er heel fraai in. En zijn achtste van het seizoen is een hele belangrijke. Feyenoord leidt hier in Den Haag met 1-0. Het is 2-0 van dichtbij. En het is weer Castaños en weer Vlaar die hem aangeeft. En de vierde hoekschop van Miyachi is eindelijk de beste. 2-0 de voorsprong van Feyenoord. 2-0 was ook de eindstand in november 2009. Dat was in december. Dat was in ieder geval toen ook feest van Feyenoord. Vlaar, kijk, en Castaños met de omhaal. Staat daar in de beste positie. Er staan veel spelers van ADO om hem heen, maar hier is immers de man die Vlaar kwijt is en de bal niet raakt. En dan is iedereen bij ADO verder gezien. En dat zijn er heel veel hoor, daarom Castaños heen. Die inmiddels dus zijn negende maakt. Ja, dat kan ik me voorstellen.